Haha! Hey mensen! Top dat jullie kijken. Wat een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we hebben hier een installatie aangelegd, hè. Kijk. Daar is hij weer. Oh. Onze waterslang waterpas. Nou, zit al water in. Kan ik hier gaan meten hoeveel centimeter wij nou boven het NWP zitten. Hè? Normaal werkplaatspeil. Ja, 50 centimeter. Dus dat wil zeggen dat wij 1,5 meter vanaf het waterpeil uitgegraven moeten hebben. Nou hebben we dus daar, kijk, kunnen we hier meten. 1,5 meter. Hé, hey, hier zijn we te diep al. Nou, dat vind ik fijn. Nou, zo 5 centimeter, ik mag eigenlijk 5 centimeter terug op. Dat gaan we niet doen, maar er komt daar gewoon grind bovenop. Puin. Nou goed, kijk, kunnen we deze gewoon verplaatsen. Ik heb al die steen hier gelegd. Vet onhandig. Onze slang blijft eraan hangen. Zo, ja. Dan dadelijk even kijken. Ik moet even wachten tot hij gekalmeerd is. Dat moet hem zijn. We kunnen even een streepje erop zetten trouwens hier. Wat, wanneer die 1,5 meter is. Hè. Dan hoeven we niet elke keer te meten ook zelfs. Dat is ook 1,10 meter. Zie zit al 5 centimeter dieper dan nodig. Maar dat is goed, want dit zand wat hier zit moet nog hier naartoe komen. Dus. Oké, okay. Nou zo kunnen we hem in ieder geval helemaal uitmeten. Hé. Hey. Ja, dat is niet handig. Plaatst. Ja, nou moeten we terug gaan meten daar. Ja, die stenen liggen echt zo in de pad, want anders kunnen we gewoon zo schuiven. We gaan hem niet terug aanvullen hoor, dat gaan we niet doen. Ja, die stenen hebben we maar gewoon eronder gegooid, want anders moesten we ze weer als apart afvoeren, als grof vuil. Oh. Dan kalkzandsteen. Oh, dat is wat daar nog op lag. Ja, 95. Nee, is van die van de museum. Ja, inderdaad. Oké, zo. Zo, oh, je is ook al diep genoeg. Oh, dat is mooi. We moeten dadelijk weer graven en dan moeten we dadelijk al met mijn oorkap op staan, want de atlas heeft eigenlijk geen uitlaat meer. Hey, daar is hij, hij heeft hem wel. Ja, hier. Ja, er is helemaal niks aan de hand. Ziet er goed uit dit. Ik heb niet terug. Het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Het is eigenlijk al een gauwgoed. Hoe groot is de gat daar? Oh, heel groot. Dus er kan gewoon een autodemper op en die kan gewoon echt naar buiten steken daar. Hier. Of dat wij die daar erop zetten. Dat zou wel goed zijn namelijk. Dan denk ik dat we een stuk minder herrie hebben zo meteen. Het is wel een beetje een kleiner uitlaatje, maar ja. Volgens mij is het allemaal gewoon lomp gemaakt omdat het zo kon te vallen. Maar ik denk niet echt dat die motor dat nodig heeft, eerlijk gezegd. Hey, wat je weer is. Goeiedag. Goeiedag, joh. Je hebt er wel een zooitje van gemaakt. Nou. Een pijnzooi. Ja, letterlijk, hè? Ja. Letterlijk. Maar ja, dit is diep genoeg. We hadden net al even hier en daar even gemeten nog. Ja. We hadden toen al met die meetpunten daar gekeken. Maar ook dat muurtje is ver genoeg afgepikt in elk geval. Mooi. Ja, dat is wel. Ja. Een waterpas. Ja. Een slangwaterpas. Daarom, maar het werkt wel. Alleen de puin is nou een beetje onhandig, want het blijft slang overal achterhaken. Ja. Zit dat steuntje wel nogal vast? Milo net echt zo, er zit wel een steuntje nog daar bij de staartmotor. Maar volgens mij is dat steuntje gewoon keurig afgerold. Hier, kijk, wat een fijn steuntje hier. Even kijken dat ik die losgroef voordat ik de uitlaat eraf haal. Oh, wacht. Ik heb hem al vast. Dit is zo te zien, is een eindtempertje zit volgens mij. Dit is het, hier heeft niks meer aangezeten. Dus dan moeten we hier die bocht erin. Ja. Dan moeten we even kijken dat we er ook weer een bochtje op doen dat hij niet vol regent. Ja, dat is goed. Nee, maar dit gaat wel. Hoe dik die pijp is. Ja. En dan slijp je hier gewoon die hoek eruit. Ja. En dan sla je deze gewoon zo ovaal en dan past hij daarop en dan las hem. Kijk, dan zorgen dat hij. Ja, dat is makkelijkst.
Dan moet je daar alleen heel even kijken. Ik zou hem eerst even hechten. Ja, dan en dan kijken of de motor kan, dicht kan. Dat je eroverheen. Want het kan best zijn dat het net een beetje moet richten, die demper. Maar dan moet je even kijken met deze. Misschien dat we hier wel gewoon deze zo. Eigenlijk ben je dan al soort van goed. Dan regent het er al niet meer in. Nog beter zelfs het origineel. Ja. Hier gaan we straks ook nog even aan verder natuurlijk, hè? Ja, ha, 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 ja. Eind van deze maand is het natuurlijk ABM Toolfest. Er komen weer een boel creators naartoe. Ja, om toffe dingen gebouwd te hebben. Ja, dan kunnen wij niet achterblijven natuurlijk, hè? Nou, gezien de drukte hebben we nou niet de tijd om daar nog een aantal weken elke dag volle bak aan te werken. Maar ik denk dat het ook niet nodig is. We hebben hier ons projectje staan. Gaan we vanmiddag ook nog even aan verder natuurlijk, hè? Het was natuurlijk de rupskruiwagen. Het laadbakje en zo ligt daar nog. Die hebben we vorige keer bij die wat gedemonteerd. Het moet een mini bulldozer worden. Ja, dat wordt mooi. Gaan we kijken of we straks de aandrijfas er andersom aan kunnen zetten. Zodat hij dus die kant op gaat rijden in plaats van die kant. Want oorspronkelijk liep hij dus hier en was dat de voorkant. Maar we willen straks dus een stoeltje maken hier en dat hij dan die kant op rijdt. Ja. Echt heel klein, maar. Ja, ja, daarom. Hij moet ook niet groter worden, hij moet echt mini-mini zijn. Dat is leuk, dus ik had al bedacht, ik moet zo'n stalen stoeltje bestellen, zo'n tractorzadel. En dan gaan hier een veer eronder maken. En dan hier een motorkapje over maken. En dan heb je een keimooi klein rupstartertje. Super schattig. Kijk, als de rupsen eraf zijn, kun je hem hier gewoon afsluiten. Kun je die klemmen vol losmaken. Kun je hem gewoon helemaal omdraaien en dan moeten we alleen hier even een iets langs lassen weer. Dat deze weer vast zit aan het frame natuurlijk. Het zou leuk zijn als we vandaag de aandrijf andersom klaar hebben, dat die kant op kan rijden al. Zat hij nou zo? Mooi! Ja! Dat is wel een heel groot gat. Laat dit maar niet aan mijn docenten zien. Scheisse. Of niet scheisse? Ja, ik kan zo. Ik heb zo de lamp maar gekeurd. Ja. Dat zit niet handig. Hoor ik naar midden geknipt. Zo. Kijk, we weten allebei al dat dit natuurlijk niet gaat passen, maar we gaan het gewoon proberen. Verder uitsteken. Mooi. Ja, ik vraag het me af. Ik weet het antwoord eigenlijk al, maar. Oh, jullie pijp. Om zeg maar nu te zien en dan daarna nog te doen, dus ik denk maak even foto's, snap je? Ja! Oh joh, je hebt hem heel lang naar buiten gemaakt. Nee, dat moet niet. Nee, dat wou ik zeggen, je moet zo kort mogelijk maken joh. Ja. Daar haal je het nooit. Alleen als hij hier zit, als hij hier tegenaan zit, dan haalt hij het nooit. Met die kap. Dan komt die kap op het eind. Stuk uit de kap slijpen? Nee. Dat is wel heel erg, dat gaan we niet doen. Ik kan het toch wel zo maken als een paste zetten toch? Dan komt hij hier tegenaan. Dan dempert het recht aan zo. Een buisje aan. En dan gewoon zo. En dan een buisje zo terug gaat. Hier. Ah, zo.
waar je al daar te zitten zo. Die rol haalt ook. Ja, dat haalt hij echt niet, want de kap die ging... Ja, of zo hè. Ging er niet overheen. Zo hè? En dan hier, dat die zo komt. Dan moet je hier, dan heb je al minder lasbochten nodig en zo. Dus dat is misschien nog eenvoudiger zelfs. Zo moet goed komen hè. Kijk, hup, kunnen we nog een beetje langer maken hier, dan kan die zakken. Of zo. Dat is maar net wat je wil. Ja, er hoeft toch geen vermogen uit te komen uit die motor, dus dat tokkelt wel. Dat komt goed. Zo, de ding is heet. Ik vind het zo bewegen. Lekker warm. Ah, verschuiven, dat moet doen. Jongen, paf. Een beetje ronden maken. A1 kan ik dus. Dit is fout. Nee, misschien niet. Kom, is het klaar? Ik heb een graven. Graven kan het hier al hoor. Die andere sprong wat makkelijker los. Ja, die is wel gelijfd. Deze. Ja, we zagen hem hier af. Dan kunnen we hier schuifmover overheen zetten. Maar deze zit ook vast, dus dan moeten we hem hier afzagen. Net voorbij de mof. Kijk, als de kraan het daar goed doet, dan hebben we deze hal ook zo lezen. Hier aan de kant, daar de kantjes allemaal weggegraven. Nou, straks de dumper erbij en de scheppen. Denk ik dat we een afspraak moeten gaan maken om de geboren bank te laten leven. Kijk. Deze moet nu even zo. Dan is het goed. Maar hij kan dicht. Nee. Hij moet een klein stukje nog zo. Dan is het Gucci. Een paar euro meer of zo als een gewone lijm of. Ja, nou. Ja, oh, dat ding. Nee, om dat een kort stukje om dat in te kantelen. Jij mag wel een opening hier hebben, maar niet te veel natuurlijk. Nee, precies. Je moet eigenlijk twee van die moffen hebben en een heel kort stukje buis. Ja. Eigenlijk. Ja, je kon zien bij die koppeling waar wortels al ingegroeid. Ja? Ja, het is helemaal dicht gegroeid joh, dit. Ja, kom maar goed zo. Het liet even op zich wachten, maar dat werd ook wat. Ja, nou prima toch, maakt er niet uit. Nee, ja, dit is goed, dit is goed. Dan kun je die andere bocht nog een beetje erop zetten misschien. Ja, die zorg dat het er niet in regent. Ja. Hé, hey, mooi hoor. Kijk dan, eventjes toch zo. Netjes even dichtbakken, ziet er goed uit hoor. Dat mooi gemaakt. Ja, chic hè. Ja, kun je straks hier vanaf die andere kunnen nog zelfs dat steuntje weer eraan zetten eventueel. Ja, die heeft hij wel nodig denk ik. Ja, anders trilt hij kapot. Dan heb je zo helemaal niks met de Jos-knop. Haha, de Jos-knop. Ja, ja. Graven. Thank you.
vraag me af of die nou nog dicht gaat. Dus. Nou, hoe sleutel het vast? Ik heb hem al, niet zo janken. Ik heb even een momentje gekeken naar bij ons rupskruiwagen, bulldozer ding. Dat waar. Ik heb al een rupsland losgemaakt. Tenminste, spanning eraf. Ik heb het dadelijk af, hè. Kijk. Dat gaat echt makkelijk. Kijk, hier zit, dit is het spanwiel. Je hebt altijd een rupssysteem, zei ik altijd. Je hebt een, hier een aandrijfwiel, een sprocket. De loopwielen, waar dit eigenlijk op rijdt. En dan heb je een spanwiel, en dat is dit. Het achterste wiel. Kan je hier met die bout kan hem naar die kant bewegen. En op die manier kun je de rups op spanning zetten. Maar de rups moet er nou af, dus nu moet hij eerst los. Die kant heb ik al losgezet. Deze die moet ik even loszetten. Kijk, dan ruiken we deze even los, die bout. Hup. Kijk. Ik ruim hem helemaal eruit. Dan kan ik dadelijk het spanwiel die kant op drukken. Komt de rups los te liggen. Ik kan daar de rups eraf, want dat moet wel. Want anders kunnen we hier natuurlijk nooit zo'n bij te slijpen. Kijk, gewoon zo. Klop. Zie je? As easy as that. Ja. Zo. Yes. Nou, dat is één. Mooi. Ja, mooi hè. Zo simpel kan het zijn. Pak hem gewoon eruit. Zie je dat? Daar hou ik van. Dit is wel goed gebouwd hoor, dat dingetje. Het is echt super simpel allemaal. Ik zet hem eventjes gewoon een beetje op de grond denk ik. Want... ik moet er dadelijk nog extra gewicht aan de achterkant bij maken dadelijk. Als ik een stapje eraf valt het ding om. Hup. Mooi. Nou, ik heb hem helemaal kapot gemaakt. Nou is het aan jou de taak om er nou een bulldozer van te maken. Oké? Nee. Nee, kijk, ik heb het zo bedacht. Als we deze beugels losschroeven hier zo. Ja. Dan zit het asje mee vast. Maar wil je dit en, gewoon omslijpen? Nou, hier, dat gewoon hier afslijpen. Gewoon hier bovenin, zo. Piep. Ja. Die. Nou, dan kunnen we hem gewoon andersom helemaal raar zetten, die aandrijving. Oh ja, moet het dan. Ja. En dan dit, ik zou dit dadelijk gewoon ja, een stuk eruit halen misschien. Maar even kijken, want misschien mag het ook gewoon blijven zitten. Als het kan blijven zitten, zou ik het gewoon laten. Want het geeft ook een beetje stevigte aan de chassis natuurlijk. Anders moeten we iets anders inzetten. Maar dan moet dit wel een stuk, dan moet deze plaat, die moet dan wel... Ja, die zit hem halverwege zo erop gezet. Je hebt hier die poelie, kijk. Deze poelie die komt waar die plaat nou zit. Dus ik denk dat je hier toch een heel stuk weg moet halen, anders past die nooit. Hé, hey, laten we eerst even kijken naar die oude spoef trouwens. We gaan hem aansluiten ja, toch? Even kijken hoe dit klinkt. Ja. Ik doe het niet zitten. Ja, precies. Oké. Achterover. Ja, omhoog. Nee, niet echt, dan hangen we hem zo. Dan komt hij nog dat hoeklijntje tegen. Dus die hoeklijn moet er sowieso uit. Ja, die moet sowieso uit. Ik zou gewoon vanaf hem naar hem doen. Dat weg en hem weg. Kijk, ik heb hier allemaal extra stukjes.
Die heb ik allemaal weg moeten slijpen, want hier, normaal dit hele stuk, dat ging eigenlijk hier achteruit, zeg maar. En dan zat het allemaal niet in de weg, maar nou deze hier, en aan de andere kant die poelie, die zaten hier allemaal in de weg voor dit, gebakje, zeg maar zo. Zie je? Dus die moesten weg. Bakken toch? De schakelpook mag toch best wel hier zo zitten, maakt er niet uit. Mijn tractor schakelt toch ook tussen je benen? Nee, dat niet per se, maar gewoon dat die hier nog tussen past, zeg maar. Hier tussen. Wat? Maar dan is dit wel goed, zo. Ja, je kan tot het frame, maar niet de schakelpook. Maar deze is wel, die steekt wel van heel ver af over eigenlijk, hè. Die heeft daar alleen maar hier een steunpunt. Hier moet hij ook wel iets hebben. Je moet hem alleen niet aan het versnellingsbakje lassen. Je kunt hem ook gewoon zo lassen, hè. Daar naartoe. Nou gaat het wel weer hard regenen. Ja, inderdaad. Of ja, hard ook niet. Dus hoe gaat hij nou niet meer omlaag? Met even vogelen. Deze scheef of zo. Kijk. Nee, kijk, hier zit dat plaatje achter. Daar komt tegenaan. Slijp je toch een beetje in, ja, dat er omheen valt, dan ben je er toch. Dat kan wel. Dat is makkelijk, kan je mooi recht staan. Gewoon inslijpen en dan omheen vouwen. Hij kan alleen. Zo. Heroening caping. Ja, lekker. Vast bakken en wegwezen. Ah, nee. Nou, niet zo gaan doen, hè? Zo, we gaan eigenlijk nog een keer dumperen, Robby. Dat is wel echt. Ik ga het net doen, hè? Kijk, dit wordt degelijk zo, hè?
lokkelt er zo uit, je stelt niet voor. Dan deed ik maar met de hamer. Ja, nou, dat valt er niks tegen. Nee. Zo, dat kan snel. Beter dan zeer stuk met de hamer. Oh, nou ja. Ja. Dat is voor hun werk. Ja, en we konden daar al niks mee doen ook, want we konden er al niet meer staan met de kraan en zo natuurlijk. Ik had niet gedacht dat dit zo goed zou gaan, maar nee, dan breekt ze er zo uit, hè. Wel op midden toch ongeveer. Dingen erop zetten. Oké, we zetten de rupsen er nog even op om te kijken. Dat is gewoon nog leuk ook. Zie je doen? Ja. Oké. Even kijken. Yeah. Zo. Hij is best zwaar wel hoor. Dat geloof ik. Ja. Oh, je wil hem zo. Ja, oh ja, dat kan ook. Bijna. Zo. Hij is echt wel. Oei! Oh, ik zet jouw vinger. Mijn vinger, daar moet je niet tegenaan douwen met een versnellingshendel. Moet je niet kracht op zetten. Nee. Nee. Dat is goeie. Mooi. Daar is hem. Zo, nou kan ik wel spanning zetten. Even kijken. Zo. Eens even zien of dat hij kan schakelen nou. Oh, dit is echt een niet normaal leuk speelgoed.
Als ik dat vroeger had gehad, dan was ik zo trots geweest. Ik was zo blij mee geweest ooit. Leuk. Wat een leuk ding, man. Dat is niet normaal. Dat is echt zo'n leuk speelgoed straks. Ik ga meteen even zo'n zitpannetje bestellen. Om een tractorzadel te maken. En dan... Eigenlijk zo'n dikke veer er al bij elke schok. Zo na helemaal naschommelt. Ja, die zo veert, hè. Een paraboolveer of zo. Ja. Hey, stel gewoon een stoel. Eigenlijk een motortje daarop zetten gewoon. En een klein elektromotortje, dat hij gewoon kaai snel. Ja, maar hij heeft geen elektro, hè? Ja, maar er is toch een accu erin en een knop. Ja, dat weet ik wel, maar dan is die accu altijd leeg en dan zit die jongens altijd te zeuren dat die accu moet opladen voor ze. Ja, dat is waar. Zo, ja, ik was al aan het nadenken hoe we het bulldozerbladje omhoog en omlaag kunnen doen. We hebben hier van die garagekrikken, het zou misschien niet gek zijn om zoiets te gebruiken. Dan kunnen we gewoon met een handslingertje en dan eventueel met een paar van die kruiskoppelingetjes naar hier maken met zo'n slingertje. En dan deze dat hij het bulldozerbladje naar beneden en naar boven doet. Dit is op zich wel sterk natuurlijk, die duwt wel 800 kilo zo'n krik, dus dat kan al wel iets. Ja, dat is nog even iets om over na te denken. Maar het belangrijkste is in ieder geval, het onderstel is eigenlijk gewoon perfect zo. Ja, dat is... Dat hoopte ik al, dat zo zou passen allemaal. Ja, we hebben alleen hier dan dat die remmetje loopt er wel een beetje tegenaan, maar... Als we die een beetje met een lamellenschijf de scherpe kantjes eraf halen, dan knabbelt hij een beetje van die rups af misschien, maar dat is zo erg niet. En dan met die hendels. Maar die hendels zijn eigenlijk niet zo moeilijk, want die kunnen we gewoon met strippen maken. Nee, nog even aan de andere kant kijken kort dan. Er moeten een paar dingen binnen rijden trouwens. Dat ze de gebroken pijn mogen laten komen. Dan kunnen we het gaan opvullen weer. Ja. Ja, als je gauw dat is gedaan, dan kunnen we hem helemaal gaan vol gooien. Ja, mooi. Zo, ik ben blij mee met die fundering dat het zo goed gelukt is. Joh. Zo. Ja, dat scheelt nog meer. Echt wel. Ja, dat scheelt veel. Ja, we moeten daar ook nog een stukje uithalen natuurlijk bij die deuren. Ja, de vloer die gaat er vrij makkelijk vanaf. Ja. En er zit net buiten zit er nog een naad. Dan is die zeg maar tegen de buitenvloer aangestort, dus die breekt zo recht los. Ja, goed. Ja, dan moeten we kijken, want dan moet hem wel zorgvuldig bij het kozijn weghakken natuurlijk. Wat een operatie. Hey, maar het is tijd om af te sluiten. Dus ik zou zeggen, allebei hartstikke bedankt voor de gezelligheid en de assistentie natuurlijk. Hey, en jullie, als je nou nog toevallig ook gereedschappen nodig hebt voor jouw projecten. Ja, het is natuurlijk allemaal korting bij HBM. Super deals. Ja, en eind van de maand HBM Toolfest. Dat wordt leuk. Gaan we met een mini bulldozer naartoe. En er zijn nog een boel andere creators die ook allemaal dingetjes aan het bouwen zijn. Dus vorig jaar was super gezellig. Dus laten we hopen dat dit jaar net zo leuk wordt. En als je daar nou bij wil zijn, dan moet je vast in je agenda zetten. Hè? Jazeker. Het is 25 mei. Klopt, hè? Zaterdag 25 mei. In Moordrecht, bij de winkel van HBM. Dus dat is gewoon leuk. Als je daar nog nooit geweest bent, ook een aanrader. Kun je even rondkijken in de winkel daar.
Ja, dus de winkel even leeg kopen. Zo, nou dan ben je even bezig. Daar staat echt veel. Ik word er altijd hebberig van. Er zijn mooie spulletjes daar wel hoor. Dus. Ja, dat is het nadeel als je daar komt. Ja, ja, inderdaad. Ik hoor altijd van een heleboel mensen tactieken als ze daar naar de winkel gaan. Dat ze contant geld meenemen, gepast. Want dan kunnen ze niet te veel mee terugnemen en zo. Dat soort dingen. Ja. Vooral het pasje thuis laten. Nou, inderdaad joh. Dus. En dan blijkt dat je op rekening kunt kopen. Ja. Ja. Op verdikken. Nou, hey, en nou gaan we het afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende. Doei doei. Houdoe.